Het is 1 uur. Dit is Het Journaal met Martien Tanne. Goedemiddag. Het is een belangrijke dag voor onze leerlingen en leerkrachten. Sinds vanochtend is er topoverleg tussen de minister van Onderwijs, de scholenkoepels en de vakbonden. Hoe zullen de lessen de komende weken verlopen in met name het secundair? Dat staat er op de agenda. In juli was afgesproken dat bij hoge coronacijfers de 4 laatste jaren halftijdsles op afstand zouden krijgen. De vakbonden houden daaraan vast. De minister en de directies willen voltijdsles in de klas behouden. Van 3 tot 14 jaar blijft iedereen voltijds in de klas of de situatie nu geel is of oranje wordt. Maar wat vanaf 14 tot 18 jaar? Nu zitten die 5 dagen in de klas met mondmasker. Overstappen naar alarmpeil oranje betekent een week klas, een week thuis. Tenminste, zo was het afgesproken. De vakbonden willen nog altijd die overgang naar halftijds op school. De reden daarvan is dat de mobiliteit moet gehalveerd worden. Dat zijn de virologen die gezegd hebben, de mobiliteit moet op dat moment gehalveerd worden en daarom hebben we die keuzes gemaakt. Maar de minister en de directie zien het ondertussen anders. Daarover is er vanochtend overleg, dringend overleg. Want binnenkort komt ook de federale overheid met een kleurencode. Het Vlaams onderwijs wil klaarstaan. Op dit moment is code oranje te drastisch in onderwijs en ook niet meer aangepast aan het virologische gegeven dat wij op scholen dat relatief veilig kunnen organiseren. Vandaar onze oproep om in afwachting eventueel van zo'n federale kleurenbarometer te zorgen dat onze codes aangepast zijn aan de schoolrealiteit. Mijn overtuiging is en blijft dat de scholen best allemaal open blijven voor alle leerlingen, ongeacht de leeftijd en voltijds. Ik denk dat dat beter is natuurlijk voor de onderwijskwaliteit om te vermijden dat er leerachterstand wordt opgelopen. Maar ik denk dat het ook veiliger is voor zowel leerlingen als voor leerkrachten. En dat zij nu in één keer van mening veranderd zijn en dat blijkbaar het nu niet meer zo belangrijk is, gaan zij toch met heel goede argumenten moeten afkomen en zullen er misschien compenserende maatregelen zijn, maar dat is voor straks in het overleg. Chris Denijs op het ministerie van Onderwijs. Om te beginnen, stand van zaken. Is de vergadering nog aan de gang? Er is al een paar keer vals alarm geweest, dat wij dachten dat ze naar beneden kwamen. Maar nee, voorlopig is de vergadering nog altijd bezig. Veel langer dan de 2 uur die eerst gepland was. Maar het is dan ook moeilijk. Ja, inderdaad moeilijk, want 2 meningen staan lijnrecht tegenover elkaar. Hoe kunnen ze eruit geraken? Misschien zit er een beetje een deel van de oplossing in het woord virologen. Dat is hier vaak gebruikt, ook in de interviews die je daar straks hoorde. Er wordt vaak verwezen naar die virologen. Als die hun mening over de mate van besmettelijkheid van het onderwijs bijstellen, dan kan dat een eervolle uitweg zijn voor zowel de minister als voor de vakbonden, een reden waarom ze hun mening bijstellen, hun plan bijstellen. En daarnaast is ook het woord compenserende maatregelen gevallen. Als je overgaat naar voltijds mensen, de leerlingen in het onderwijs houden, dan kun je dat misschien daarentegen de veiligheid verstrengen met compenserende maatregelen. Bijvoorbeeld extra personeel, strengere regels voor de leerkrachten, misschien ook mondmaskers voor de leerlingen op de speelkoer. Je gaat ze maar door. Dat kan een uitweg zijn. Ja. Heb je al iets opgevangen? Heb je enig idee wat het uiteindelijk zal worden? Er is een voorstel van de minister dat op tafel ligt. En om 2 uur moet hij naar het parlement voor een onderwijsdebat. Het is er waarschijnlijk hem veel aan gelegen om daar een eensgezind beeld van het onderwijs in Vlaanderen te scheppen. Bovendien, vrijdag is er overlegcomité met de federale regering. Ook daar is het belangrijk dat het Vlaams onderwijs met een krachtig plan naar voren komt. Dus misschien ben ik te optimistisch, maar wellicht komt er toch wel een oplossing. Dank je wel, Chris, voor de uitleg. In de scholen, en zeker ook in veel huisgezinnen, wachten ze met spanning op wat er in Brussel beslist zal worden. Onze ploeg polste vanochtend naar de meningen aan het Sint-Albertus-college in Heverlee. 8 uur vanmorgen, het is druk aan de schoolpoort, maar dat zou er binnenkort anders kunnen uitzien. Ik vond dat vorig jaar heel jammer toen we in quarantaine moesten. Ik vond het veel leuker zo op school zelf, dus ik vind het wel een beetje jammer als we terug in quarantaine gaan moeten. Als dat beter is voor onze gezondheid, dan moet je daar ook wel iets voor over hebben, vind ik. Ik zou dat een goed idee vinden.
Ik denk dat er veel meer wordt gespreid op school dan de meesten denken. Ja. Als je veel buiten mag, maar met vier zitten, terwijl hier zitten we met 20, 30 tegen elkaar. Ja. Op de speelplaats, ik vind dat een beetje. In deze school bleef het aantal besmettingen voorlopig beperkt tot 3. De directeur hoopt dat ze kunnen verder werken in code geel, zoals nu. Als je zo de ene week voor de klas moet staan en de andere week afstandsonderwijs moet geven, dat is allemaal niet vanzelfsprekend, ook niet voor leerkrachten. Hè. Leerkrachten, laat ze doseren, laat ze voor de klas staan. De interactie met de leerlingen is zo waardevol. Probeer dat echt zoveel mogelijk te houden. Ook voor de ouders heeft een mogelijke switch naar code oranje gevolgen. Ik denk dat dat sowieso ook een last legt op de schouders van de ouders. Maar goed, ja, dat moet gebeuren. Hè. We hebben het ook in maart, april kunnen bolwerken. Hè. Dus als het moet, moet het. Het is spijtig voor de kinderen, want het is niet hetzelfde achter een scherm leren of in een klas met de vrienden, met de sfeer en de... Ja. Ja. Toch kijken veel leerlingen er ergens wel naar uit om weer deels thuis te werken. Ik vond dat wel plezant, zo thuiswerken. Maar ja, dan leert je wel minder, je hebt wel een beetje een achterstand. Maar ja, dat was wel plezant. Ik zou dat niet erg vinden. Heel koud. Ja, alle ramen open. In de winter mag dat wel thuis. Ja, vind ik ook. Ja, nee, ik zou daar geen probleem mee hebben. Oké. Oké, dank je. Die code oranje die geldt vanaf vandaag al in de sportclubs. En dat betekent concreet het volgende. Binnensporten waarbij spelers geen anderhalve meter afstand kunnen bewaren, zijn verboden voor iedereen ouder dan 12. Basket bijvoorbeeld kan dus niet meer. Een contactloze wedstrijd zoals enkelspel tennis wel. Fitness en trainingen waarbij iedereen anderhalve meter afstand bewaart, blijven mogelijk. Douches en kleedkamers sluiten, behalve in zwembaden. Kantines kunnen open blijven, maar onder dezelfde regels als de horeca. Maximaal 4 personen aan tafel en tussen de tafels anderhalve meter afstand. Publiek blijft ook toegelaten met beperkingen. Maximaal 200 toeschouwers binnen, 400 buiten. Altijd met afstand en met een mondmasker. Ja, wat vinden we ervan? Er moet wat gebeuren. En we kunnen wel heel lang discussiëren of de inhoud van de maatregelen wel goed zijn. Maar ja, je moet toch wat en je weet niet wat goed is en wat niet goed is. Ja, ja. Dus ja, we moeten het er maar mee doen, hè. Gelaten reacties op straat in Nederland na de aangekondigde verstrenging van de coronamaatregelen. Cafés en restaurants gaan vanaf vanavond voor minstens 2 weken dicht. En thuis mogen onze noorderburen nog maximaal 3 mensen ontvangen. Op 2 weken tijd is in Nederland het aantal vastgestelde besmettingen bijna verdubbeld, net als het aantal ziekenhuisopnames. Daarom moeten we ingrijpen, zei premier Rutte, hoe moeilijk dat ook is. Feitelijk gaan we naar een gedeeltelijke lockdown. Om het virus er weer onder te krijgen, moet het aantal sociale contacten en reisverwegingen drastisch verminderen. Dat is een harde boodschap en de maatregelen gaan ook pijn doen. Maar het is de enige manier. De hamer om het virus plat te slaan moet groot genoeg zijn, zo klinkt het. Nederlanders moeten meer thuis blijven en daarom greep Rutte in de horeca in. De cafés en restaurants gaan weer dicht. Dus ook de terrassen en dat geldt ook voor de coffeeshops. Dat is een keiharde dopper. Maar we kunnen er niet omheen. Hoe hard de horeca ook werkt om aan alle eisen te voldoen. Maximaal 4 volwassen Nederlanders mogen samen sporten of elkaar buiten zien. Thuis is het bezoek beperkt tot 3 mensen per dag. Rutte wil mondmaskers verplichten binnen in publieke ruimtes en dat allemaal voor zeker 4 weken. De Nederlandse premier sloot af met een dringende oproep. Wees die realistische Nederlander die opstaat en zijn verantwoordelijkheid neemt als het erop aankomt. En dat is nu. Ivan Olivier in 's-Hertogenbosch. De toon van premier Rutte was erg somber, heel beslist ook, streng zelfs. Dat zijn we niet van hem gewend. Zijn de Nederlanders daarvan geschrokken? Ja, nogal. Hè. Maar als je hier praat met de mensen op de markt hier in 's-Hertogenbosch, dan merk je toch wel dat veel er de noodzaak van inzien van die verscherpte maatregelen. De premier, Mark Rutte, die had het de afgelopen maanden altijd over afspraken maken met de burger. Maar goed, ondertussen gingen de cijfers alsmaar de hoogte in.
En dan kun je alleen maar concluderen dat veel van die burgers zich niet aan de afspraken hebben gehouden. En daarom, zegt Mark Rutte, moet hij streng zijn en is het tijd om strenge maatregelen te nemen, om dingen op te leggen, op te verplichten, zoals de verplichting om een mondmasker te dragen of een mondkapje, zoals ze het hier noemen. En die verplichting die zou er de komende weken aankomen. Ja, dat mondkapje, dat hebben de Nederlanders heel lang echt niet gewild. Het zal er nu toch komen. Hoe zit dat precies? Vanaf wanneer gaat de verplichting in? Wel, de regering wil dat de verplichting, dat de beslissing waterdicht is, juridisch waterdicht. En ze grijpt in de persoonlijke levenssfeer van de burger. En de regering wil vermijden dat de mensen naar de rechter stappen om de beslissing aan te vechten. Nu, die beslissing die moet eerst nog via het parlement passeren, via de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. En daar kan wel enkele weken overheen gaan. Vandaar dus dat die beslissing nog niet, of die verplichting nog niet onmiddellijk ingaat. Ja, nu, de coronacijfers in Nederland, je zei het zelf ook al, die zijn al een hele tijd heel slecht. Heerst daar het gevoel dat de maatregelen nogal laat komen? Wat is je indruk? Ja, dat is inderdaad behoorlijk laat. In augustus al sprak premier Rutte van een gevaarlijke stijging van de cijfers. Maar goed, die ingreep is nu echt wel noodzakelijk geworden, want net als bij ons houdt de regering rekening met de sociale, de psychische en ook wel de economische gevolgen van zo'n beslissing. Van, ja, de lockdown kan echt wel zware economische schade toebrengen. Maar goed, het virus laten voorthoekeren kan op langere termijn misschien wel nog meer economische schade toebrengen. Het blijft dus zoeken naar een wankel evenwicht, dansen op het slappe koord. En dat is altijd een moeilijke oefening. Dank je wel, Ivan, voor de uitleg vanuit Nederland. In de Belgische grensgemeente verwachten ze niet meteen een toeloop van Nederlanders die hier op café of restaurant zullen komen. De burgemeesters houden de situatie wel in de gaten en zullen optreden als dat nodig is. De grenzen sluiten, zoals in het voorjaar, dat moet vermeden worden, vinden ze. Nederlanders blijven welkom als ze zich houden aan de regels in België. Ik ben tevreden. Eindelijk één lijn tussen het Belgische en het Nederlandse beleid. Alleen nog de grens over voor essentiële verplaatsingen. Horeca hoort daar duidelijk niet bij. Mondmaskerplicht op drukke plaatsen, zowel in België als in Nederland, dat spoort nu eindelijk ook. En wat cafébezoek betreft, als er een probleem is aan de Belgische kant van de grens met de Nederlanders die hier op bezoek komen omdat dat bij hun niet meer kan, dan moeten we één lijn trekken en eenzelfde beleid voeren. En dat ook gesteund door de provincie-gouverneur. Een week na de invoering van de strengere maatregelen in ons land laten de coronacijfers nog altijd geen beterschap zien. Vorige week waren er gemiddeld 5.057 nieuwe bevestigde besmettingen per dag. Bijna een verdubbeling in vergelijking met de week ervoor. Ook de ziekenhuisopnames blijven stijgen. Volgens de laatste cijfers gemiddeld 152 per dag. Er liggen nu in totaal meer dan 1600 coronapatiënten in de ziekenhuizen, van wie 281 op intensieve zorg. En elke dag overlijden er gemiddeld 18 mensen aan de gevolgen van COVID-19. Ook dat is een stijging. Veel woonzorgcentra moeten alle zeilen bijzetten om de gewone zorg te combineren met de verzorging van de coronapatiënten, zeker als er ook personeel besmet is. In woonzorgcentrum Andante in Menen zijn 80 besmettingen vastgesteld, waarvan 30 bij het personeel. Maar wie van hen besmet is zonder symptomen, mag voortwerken. In de COVID-afdeling wel te verstaan. En velen doen dat ook. Na testen in woonzorgcentrum Andante bleken 80 mensen positief. 50 bewoners en 30 personeelsleden. Maar van de besmette werknemers is niet iedereen ziek. In dat geval mogen ze voortwerken in de speciale cohort- of COVID-afdeling. In principe, als ze besmet zijn, wordt er eerst een paar dagen gewacht om te zien of dat zij symptoomloos blijven. Als dat zo is, wordt er in gesprek gegaan met het personeelslid of zij verkiezen om verder te werken of niet, wat dat ook toegelaten is, maar dan wel op de cohortzone zelf. Een pak van die mensen blijft inderdaad aan het werk. Dus erg gemotiveerd om hun mensen te verzorgen? Ja, dat klopt, ja.
Voortwerken doen ze op vrijwillige basis, maar eigenlijk zijn hun helpende handen meer dan nodig om alles draaiende te houden. Eventuele vervangers zijn moeilijk te vinden. Het zorgpersoneel krijgt dan ook andermaal alle lof. Ik ben al de personeelsleden heel dankbaar, want het gaat over een 170-tal personen die hier dag in dag uit zich inzetten voor de mensen. En het is heel belangrijk dat wij zoveel mogelijk mensen hebben die inderdaad de zorg kunnen blijven toedienen aan onze bewoners. Zorgorganisatie Icuro heeft intussen berekend dat er in hun centra 1398 besmettingen en vermoedelijke besmettingen zijn bij personeel en bij bewoners. Dat is een stijging van 400 in een week tijd. 2000 medewerkers zijn ook niet inzetbaar omdat ze zelf COVID-19 hebben of omdat ze oververmoeid zijn door de werkdruk. Het coronavirus eist bij lage inkomens een zwaardere dodentol dan bij de hogere inkomens. Dat blijkt uit een studie van het Socialistische Ziekenfonds naar de extra sterfgevallen bij zijn leden tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar. De bijkomende sterfte door corona is tot 3 keer hoger bij lagere dan bij hogere inkomens. Dit onderzoek gaat over de leden van het Socialistisch Ziekenfonds in Vlaanderen, beter gekend als de Bond Moison of de Voorzorg. De studie onderzoekt de periode 16 maart tot 10 mei, de eerste coronapiek. De jaren voordien stierven er gemiddeld 4700 leden, dit keer 2600 meer. Een oversterfte van 56%. Gemiddeld, maar er zijn regionale verschillen. Dan stellen wij vast dat Brussel het heel slecht doet met een heel hoge oversterfte. Nadien gevolgd door Wallonië en Vlaanderen dat het in dit geval het minst slechte doet. De studie bevestigt nog eens dat corona vooral de woonzorgcentra treft. Daar is er liefst 95% oversterfte, het dubbel van normaal. Verschil tussen rijk en arm is er vooral bij de bejaarden die nog thuis wonen, buiten de woonzorgcentra. Bij hogere inkomens zijn er maar 15% meer doden dan andere jaren. Bij de lage inkomens zorgt corona voor 45% oversterfte, een groot verschil. Voor mensen die thuis wonen, is de oversterfte 3 keer zo groot bij mensen met een lager inkomen ten aanzien van mensen met een hoog inkomen. En dat is toch wel frappant. De verklaring daarvoor is terug te vinden in het feit dat die mensen in slechtere leefomstandigheden moeten leven. Dat zij dikwijls al een aangetaste gezondheid hebben waar ze niet altijd van op de hoogte zijn. En het feit dat zij ook geïsoleerd leven dikwijls, weinig contact hebben en dus ook weinig geïnformeerd of begeleid worden naar een meer gezondere situatie, maakt dat die oversterfte daar toch zwaar toeslaat. Door de coronacrisis was er plots veel minder verkeer. Maar, en u hebt het misschien zelf ook gemerkt, op de wegen is het weer opvallend drukker. Veel mensen zijn bang om op het openbaar vervoer besmet te raken en kiezen weer voor de auto. En dat betekent ook meer luchtvervuiling. De stille straten en rustige autowegen van tijdens de lockdown zijn verleden tijd. Het is weer druk op de weg, merken ze ook in Gent. In de vakantie was het beter, maar natuurlijk was het, school was dat niet. Maar nu is het wel weer even druk. Het aanvoelen wordt bevestigd door een Europese studie in opdracht van milieuorganisatie Greenpeace. In Gent bijvoorbeeld zie je de file-druk na de lockdown weer toenemen, tot ver boven het gemiddelde van vorig jaar. Heel wat mensen hebben geproefd wat het betekent om minder autoverkeer ook te zien in onze straten. Dat betekent minder luchtvervuiling, betekent meer plaats ook om veilig te fietsen, veilig te wandelen. En nu dreigen we een beetje dat kantelpunt in onze mobiliteit dreigen we terug te verliezen doordat steeds meer mensen terug in de auto stappen. Voor een stuk begrijpelijk ook, omdat zij angst hebben om dat openbaar vervoer te gaan gebruiken. Maar net daarom zijn extra maatregelen zo belangrijk. Vooral het fijn stof door autoverkeer baart zorgen. In combinatie met corona is dat letterlijk een dodelijke cocktail. Volgens de stad Gent is het nog niet zo druk als vorig najaar. Maar ook zij willen mensen uit de auto. Ik denk dat de tram en de bussen zo moeten ingericht zijn, zo moeten georganiseerd zijn, dat mensen daar niet op elkaar staan, dat er daar de nodige afstand is, dat ze daar op een veilige manier kunnen zitten. Steden kunnen het niet alleen oplossen. Greenpeace vindt dat ook Vlaanderen moet ingrijpen. Dat autoverkeer inperken, dat doe je door te stimuleren, door fietsen veiliger te maken. Maar dat doe je aan de andere kant ook voor een stuk door iets als een slimme kilometerheffing. Een ontradende manier om mensen te zeggen van ja, gebruik die auto toch enkel alleen maar als het niet anders kan.
De MIA's, dat zijn de belangrijkste Vlaamse muziekprijzen, worden volgend jaar niet uitgereikt. Dat hebben de VRT en mede-organisator Vibe beslist. En de winnaar is... Angèle! De show wordt uitgesteld naar februari 2022. Door de coronacrisis is het niet aangewezen om begin volgend jaar zo'n evenement te organiseren, zegt de VRT. Dit jaar is er ook minder nieuwe muziek uitgebracht en hebben artiesten weinig kunnen optreden. Als alternatief voor de MIA's komt er in februari een week van de Belgische muziek om de sector een hart onder de riem te steken. Een bericht dat net voor het journaal binnengelopen is. Presentatrice Gertie Christoffels is overleden. Ze was 62. Ze was jarenlang een graag gezien gezicht op televisie. Zaterdagavond rond de klok van 7 en TV1. Wel, dan moet dit Boeketje Vlaanderen zijn. Gertie Christoffels overleed eergisteren aan de gevolgen van kanker. Het nieuws is ons nu pas bevestigd. In haar televisiecarrière presenteerde ze zowel op de toenmalige BRT als later bij VTM. Op de openbare omroep was ze het gezicht van het toeristische magazine Boeketje Vlaanderen en van het reportageprogramma Het Ei van Christoffels. Ze was ook een graag geziene gast in panelprogramma's zoals De Drie Wijzen of Zeg eens Ui. De voorbije jaren gaf Gertie Christoffels vooral mediatrainingen en schreef ze verschillende boeken. 2 jaar geleden kreeg ze de diagnose kanker. De provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen kunnen voortaan de waterstand van hun rivieren beter in de gaten houden dankzij nieuwe, goedkope meettoestellen. Straks gaan we kijken. Eerst naar de Verenigde Staten. De Amerikanen trekken 1 maand voor verkiezingsdag al massaal naar de stemlokalen om vervroegd hun stem uit te brengen. Op 3 november, dan is het, kiezen de Amerikanen een nieuwe president en een nieuw congres. Maar in verschillende staten kunnen kiezers nu al hun stem uitbrengen. In de staten Georgia en Texas leidt dat tot lange wachtrijen. En dat zou er kunnen op wijzen dat de opkomst voor de verkiezingen historisch hoog kan worden. It's very, very, very important that everybody, regardless as to what, get out and vote today. Vote, vote, vote. Je moet er iets voor over hebben om je stem uit te brengen. Hier in Texas staan kiezers tot 5 uur in de rij op de eerste dag van de stembureaus. This is the most important election of our lifetime. We've had 220,000 Americans die from COVID-19 and our economy is in shambles and we need to get out and vote for the people to make sure we have a secure future. Het coronavirus houdt de kiezers in elk geval niet tegen. Velen willen de drukte van verkiezingsdag zelf vermijden. Kiesambtenaren spreken over een recordopkomst, zeker vergeleken met de eerste stembusdag van 4 jaar geleden. I think it just shows that everyone's like ready to vote and doesn't want their vote to be suppressed and doesn't want to wait and wants to get it over with and wants to know the results by the day of the election. And ma'am. Ook in de staat Georgia gelijkaardige taferelen van ellenlange rijen. Net zoals in Texas belooft het hier een nek-aan-nek-race te worden tussen Trump en Biden. I don't know, it just feels like more of a sense of urgency and we want to make sure that the votes are actually in. Er zijn ook per post al meer stembrieven teruggestuurd dan gewoonlijk. In she goes. Maar president Trump heeft al te kennen gegeven dat hij voor fraude vreest. Daarom hebben de Republikeinen hun eigen brievenbussen geïnstalleerd om de stembrieven te verzamelen, zoals hier in Californië. Maar die moeten weg, aldus de lokale autoriteiten, omdat ze misleidend en illegaal zouden zijn. In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires gaan de scholen geleidelijk weer open, nadat ze bijna 8 maanden dicht waren om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Als eerste mochten de laatstejaars van het secundair weer naar school. Aan de ingang werd hun temperatuur gemeten. De lessen zelf vinden in de open lucht plaats in kleine groepen. De voorbije maanden kregen de leerlingen les van op afstand. In Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn duizenden mensen op straat gekomen om het ontslag te eisen van de regering. Ze vragen ook democratische hervormingen en ze willen dat de koning minder macht krijgt. Aanhangers van de koning, in het geel gekleed, kwamen ook op straat om hem hun steun te betuigen. Er is melding gemaakt van kleine schermutselingen tussen de twee groepen.
Door hevige regen staat een deel van het nieuwe vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Lesbos onder water. Het kamp was in allerijl opgetrokken nadat het kamp Moria begin september verwoest werd door een felle brand. In het nieuwe kamp verblijven bijna 8000 migranten en vluchtelingen. De provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen zullen voortaan het waterpeil van hun onbevaarbare waterlopen beter in de gaten kunnen houden. Ze installeren daarvoor goedkope digitale watermeters die constant de waterstanden doorsturen. Zo kan er sneller ingegrepen worden bij droogte of bij overstromingen. We gingen kijken in het Viersels Gebroekt in Ranst in de Antwerpse Kempen. Dit is een automatische pijlsensor. Wat het doet is eigenlijk, het kan een afstand meten aan de hand van eigenlijk een sensor die erin zit. En deze sensor is niks anders dan de sensor die je ook terugvindt in de bumper van een auto om te parkeren. Het is niet groter dan een brooddoos, werkt op batterijen die geladen worden op zonne-energie en het kost amper geld. Dit eenvoudige toestel geeft constant door hoe hoog het water van de kleine beek hier in Ranst staat. Nadat dit ding gemeten heeft, worden die gegevens om de 15 minuten doorgestuurd naar een server. Op die server worden eigenlijk die gegevens omgerekend naar waterpeilen, want dit meet enkel een afstand. En op basis van die waterpeilen en vergelijking met referentiewaterpeilen kunnen wij eigenlijk reageren en ingrepen tijdig doen op het terrein. Zo kan bijvoorbeeld sneller ingegrepen worden bij wateroverlast, maar ook kan veel nauwkeuriger bepaald worden waar bijvoorbeeld boeren bij grote droogte geen water meer mogen oppompen om hun akkers te besproeien. Met deze digitale sensor kennen we het waterpeil in real time. Dat maakt dat de gouverneur bijvoorbeeld heel doelgericht op maat van het gebied een captatieverbod kan uitvaardigen in plaats van dat ze het voor de ganse provincie moet doen. Op de onbevaarbare waterlopen in de provincie Antwerpen hangen er nu al 25 toestellen. Over 2 jaar moeten dat er meer dan 80 zijn. Wij doen dit voornamelijk getriggerd door de laatste 3 extreem droge jaren. En dat we tot de vaststelling kwamen dat we eigenlijk van heel veel van onze waterlopen te weinig informatie hadden om onderbouwde beslissingen te kunnen nemen. Dus wij willen op grotere schaal van onze waterlopen informatie hebben. Dag Katerien, er wordt weer gekoerst in ons land. En vandaag is het de... Scheldeprijs, Martin, jawel. Het moet straks in principe weer een feest voor de spurters worden met de 108e editie van de Scheldeprijs. Door de coronamaatregelen starten de renners niet zoals de voorbije 2 jaar in Nederland. Ze vertrekken zo dadelijk om 2:30 in Schoten. Na 10 ronden van 17,5 kilometer ligt de finish in Schoten op de Churchill-laan. En daar wordt er dan wellicht gesprint om de zegen. De Koning Quickstep rekent op Sam Bennett, de groene trui uit de Tour, Lotto Soudal op Caleb Ewan. Of misschien krijgen we een Belgische winnaar, Tim Merlier bijvoorbeeld, of Jasper Philipsen. Wordt dit moeilijker dan bijvoorbeeld een Tour-etappe? Want er zijn er 15 die goesting hebben, of is het een beetje vergelijkbaar? Oh, de Tours zijn misschien nog altijd een groter belang. Dus dan worden misschien nog iets meer risico's genomen. Maar ik denk dat het ja, sowieso wel echt aanloopt bij een dame die dat er in de Tour aan de start staan. Dus ja, het is wel sowieso een sprint. Een koninklijke sprint, om het zo te zeggen. Ik hoor hier en daar wel van dat het WK voor de sprinters is vandaag. Dus dat is een belangrijke dag. Hè. De Rode Duivels spelen vanavond in de Nations League. In en tegen IJsland moeten ze zich herpakken na de verrassende nederlaag van vorige zondag op Wembley tegen Engeland. Maar het wordt straks een wedstrijd tussen 2 verzwakte teams. Bij IJsland zit de technische staf in quarantaine omwille van een coronabesmetting. En bij ons moet de bondscoach Roberto Martinez in Reykjavik veel van zijn titularissen missen. Voor sommige Rode Duivels is het al mutsenweer, want het is fris in Reykjavik en er staat een stevige wind. Romelu Lukaku verschijnt niet op training, de rest wel. Al worden deze interlands met frisse tegenzin gespeeld. Het is niet facile fysiquement, c'est clair. Maintenant, on n'a pas le choix. Je prends l'exemple de nous mettre des matchs amicaux juste avant ces deux matchs. Enfin, je trouve que c'est n'importe quoi. Le programme avec un club est déjà fourchargé. Donc je vois pas à quoi ça sert de mettre 3 matchs à chaque fois sur ces 2 fois octobre et novembre. Zelfs zonder een race om sterkhouders moeten de Rode Duivels tegen een ook al verzwakt IJsland kunnen winnen. Witzel weet hoe. Être patient, les faire courir,
et dès la moindre occasion qu'on a, la mettre au fond. Mocht het toch fout lopen, dan dreigt niet alleen de groepszege in de Nations League verloren, maar verliest België ook de nummer 1 plaats op de FIFA-ranking. Bondscoach Martinez vindt dat laatste geen catastrofe. I think it's important we've been number one 2 years now, and what's important is that we are preparing the next generation to be able to compete at this level for many years to come. So it's not about hanging on in this position, it's making sure that we can face the future with the players ready to have the almost the expectation to be a top team in world football. De Game Changers, zo heet het initiatief dat 9 sportvrouwen vorige week lanceerden. Onder meer Anne Wouters, Tia Hellebout en Kim Gevaert pleiten voor meer vrouwen in de sport. Vooral op beleidsniveau zijn er amper vrouwen te vinden. Maar er zijn uitzonderingen. Een van hen is Gwenda Stevens. Sinds 2013 is zij voorzitter van de Belgische Roeifederatie. Coach, kamprechter, secretaris-generaal, ondervoorzitter, voorzitter. Telkens was Gwenda Stevens de eerste vrouw in die functie. Ik heb er eigenlijk nooit bij stilgestaan dat ik inderdaad de witte merel zou zijn. Ik heb het eigenlijk een beetje stap voor stap gedaan. Op die manier begin je effectief van de onderste trap. En dat vind ik voor mij wel belangrijk. Ook dat je tenminste weet over wat je kan praten. Bij elke functie hoorden ze vooroordelen en seksistische opmerkingen. Een collega van mij die had op een gegeven moment had achter mijn rug gezegd van oh ja, maar ja, Gwenda die bekomt haar functies eigenlijk gewoon om mee naar bed te gaan met alle mannen. En dan had ik ook zoiets van, ja, hoe is het mogelijk gewoon dat je zoiets kunt denken eigenlijk? 156 roeifederaties zijn er wereldwijd. Amper 4 worden geleid door een vrouw. Veel vrouwen durven nog niet, denkt Stevens. En veel federaties zijn nog niet klaar voor een vrouw aan het hoofd. Als je ambitieus bent als vrouw, dan wordt dat ook soms wel eens vertaald naar dat is een bitch, gewoon omdat je op je strepen staat. En dan is het jammer dat ze jou gaan verslijten als een bitch. Terwijl, sorry, maar wij moeten soms wel een keer dubbel ons best doen eigenlijk om ergens te zijn waar we willen zijn. Gwenda Stevens wil via de taskforce van het BOIC meer vrouwen in de sport krijgen op alle niveaus. Quota kunnen helpen, maar een mentaliteitsverandering is belangrijker. Ik ben zeker ook geen feministe eigenlijk, om te zeggen oh, vrouwen aan de macht en dit en dat. Nee, er moet eigenlijk een gezonde combinatie zijn van mannen en vrouwen samen. Omdat mannen die denken aan andere zaken, maar net zo goed ook vrouwen die denken aan andere zaken. En als je die twee dan samen neemt, dan is dat perfect volgens mij. En zo is het maar net, Martien. Oh. De koers zit straks op 2:15. Ah, oké. Goed dat hij dat nog meegeeft. Dank je wel, Catherine. En wij komen terug op het overleg over het onderwijs. Dat is intussen afgelopen. En minister Wijns heeft een persconferentie gegeven. Of is die nog aan het geven? Daar heb ik nu van hieruit niet zo meteen zicht op. Maar we gaan luisteren naar een passage. Op grond van die cijfers willen wij momenteel dat het leerplichtonderwijs in code geel blijft. Het blijft ook zo dat de fijnmazige aanpak die wij al hebben uitgewerkt, die blijft ook van toepassing. Namelijk dat op lokaal niveau kan men altijd schakelen naar een andere kleurcode. Dat was zo, dat blijft zo. Chris de Nijs, we komen ook nog even bij jou. Wat weet jij meer? Dus het blijft code geel. Ja, dat wil eigenlijk zeggen dat er voorlopig nog niet veel beslist is. Dus gewoon de situatie wordt behouden. Maar de minister heeft wel vermeden dat er een beeld van oneenigheid ontstaat, onder meer door op een persconferentie iedereen rond zich te scharen. Er is dus gezegd, voorlopig blijven we bij geel, dat wil zeggen voltijds onderwijs. Maar hij zegt wel, er is een grote bereidheid om te praten of er geen verstrenging nodig is. Maar in welke richting dat dan gaat, dat zegt hij nog niet. Dat hangt af van onder meer het overleg vrijdag met de federale regering. Want, zeggen ze hier, als onderwijs, als het toch zo belangrijk is, wat iedereen vindt dat voltijds onderwijs zo belangrijk is, dan moeten andere sectoren van de maatschappij tonen dat ze dat ook wel belangrijk vinden, dat ondersteunen. En dan wordt er bijvoorbeeld gezegd, het vervoer zou toch moeten zo gebeuren dat het blijvend naar school laten brengen van leerlingen niet zorgt voor een verspreiding van het virus. Samengevat, er komt nieuw overleg. Er is voorlopig nog geen beslissing of bij stijgende besmettingscijfers het onderwijs terugplooit op halftijds naar school komen, halftijds thuiszitten voor leerlingen van het secundair onderwijs.
Voorlopig blijft alles zoals het nu is. Dat wil zeggen, ook de laatste 4 jaar van het middelbaar gaan voltijds naar school, maar er komt nieuw overleg. Oké, dankjewel, Chris. Fijn dat we dat nog konden meegeven. In het Vlaams parlement wordt er straks gedebatteerd over de coronamaatregelen in het onderwijs en ook over de audit bij de VRT. U kunt dat bij ons helemaal coronaveilig volgen in Villa Politica. Ons parlementaire magazine met Linda de Win is er om 2:30 op Canvas. Het journaal begonnen we en eindigden we ook met het overleg over de werking van het secundair onderwijs. Daar blijft dus code geel voorlopig. Nog een mooie dag en graag tot vanavond. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download nu gratis onze app.